Mag ik eventjes jullie aandacht? Goedenavond iedereen. Van, namens Futurn wens ik jullie allen van harte welkom te heten op deze eerste steenlegging van het Bollaard Bedrijvenpark. Voor ons is zo'n eerste steenlegging toch nog altijd een beetje een bijzonder en een spannend moment. Het is ook een moment waar we trots zijn. Trots om verschillende redenen. We hebben hier een ontwikkeling die toch een beetje een voorbeeld is van onze core business. Met name een oude en onderbenutte site die we gaan transformeren naar een multifunctioneel en duurzaam bedrijvenpark. Duurzaamheid is ook een beetje zorg dragen voor die ruimte. En we gaan hier op deze grote site dit toch kunnen realiseren. Wij zitten hier met een oude verlaten militair domein van ongeveer 5 hectare. Die we gaan transformeren naar een multifunctioneel bedrijvenpark waar straks tientallen bedrijven en vele nieuwe arbeidsplaatsen zullen kunnen aan de gang gaan. We zijn ook trots omdat het wel een mooi en een ambitieus project wordt, die ik straks toch een klein beetje meer in detail zal toelichten. En op commercieel vlak zijn we ook records aan het breken. We zijn gestart met de commercialisatie van fase 1 en we hebben eigenlijk 22 van de 23 units verkocht op vandaag. Een mooi voorbeeld van het ondernemerschap in Lier, die toch mooi aanwezig is hier. Ik zie veel van onze potentie, van onze kopers hier. Hij is hier talrijk aanwezig. Dus bij deze weten jullie ook meteen wat jullie te doen staat de komende maanden. Door een toekomstvisie zijn we aan de slag gegaan met een ruimtelijk uitvoeringsplan om dit militair domein om te vormen naar een bedrijvenzone. Maar voordat ik jullie iets meer ga vertellen over het project, wil ik het woord geven aan Wouter Tors. Wouter staat er in de hoek, is een ondernemer met een verfrissende kijk op leiderschap. Iemand die duurzaamheid en authenticiteit ook hoog in het vaandel draagt. Iemand die bewijst dat je met een goede werkplek en met inzet en welzijn economische meerwaarde kunt realiseren, maar ook het geluksgevoel kunt verhogen. Voor de 10e keer op rij, denk ik, verkozen tot de beste werkgever in België en gisteren in Stockholm ook verkozen voor de eerste keer tot de beste werkgever in 2019. Fenomenale prestatie. Dikke proficiat, Wouter. Economische groei, dat dat absoluut het gevolg is van het feit van zo te investeren in mensen en medewerkers. Nu vandaag, anno 2019, zijn het in retail niet zo'n gemakkelijke tijden. Er is veel concurrentie en met name van e-commerce voelen wij dat heel erg. Wij niet alleen, ook veel collega's. Maar het is ook wel mijn overtuiging dat op momenten dat het moeilijk gaat, zoals vandaag, dat je nog meer nood hebt aan een great place to work en aan mensen die schouder aan schouder er tegenaan gaan. En dat is eigenlijk een groot stuk van de inspiratie die ik ook gisteren heb opgedaan in Stockholm, waar die uitreiking was en waar we een hele dag eigenlijk referaten en keynotes hadden rond Great Place to Work. En om niet in een traditioneel verhaaltje te vervallen, heb ik van de middag op het vliegtuig een aantal takeaways meegepakt waarvan ik dacht, er gaan die bedrijven op het Bollaardpark heel veel plezier aan beleven. Het is nu en dan in het Engels, omdat het gisteren ook allemaal in het Engels was, maar ik weet, Lier is een gemeente met een open kijk, hè, Rick, op andere landen, hè, niet alleen in de muren, hè, buiten de muren kijken. Dus het Engels, dat kan geen probleem zijn. Hè. Als je de juiste acties neemt met je medewerkers, dan kun je nog mooie notas schrijven, dan gaat dat toch niks leiden. Dus dat is een pleidooi van, als je iets wilt doen aan Great Place to Work of aan een fijne werkplek, dames en heren, begin dan met na te denken over een paar heel concrete acties die je gaat doen. En laat het niet steken bij plannen. Of een andere paraphrasering erop was, action speaks louder than words. Wat dat je doet als ondernemer, wat dat je doet als werkgever, dat is voor de medewerker veel relevanter dan wat dat je vertelt op de radio, op de tv of in het bedrijfsblad. Het accent is gisteren gelegd op great place to work, maar vooral in de zin van great place to work. Dus autonome motivatietheorie die zegt van, je kunt mensen motiveren door ze cadeautjes te geven, dat is positieve motivatie. Je kunt een mooie tent opzetten en een receptie doen, dat is positieve motivatie. Je kunt mensen motiveren door te straffen, door dingen af te pakken, dat is natuurlijk minder goed. Maar de sterkste vorm van motivatie, als mensen graag gaan werken, omdat ze het gewoon graag doen. Omdat ze vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd zijn. En dan zijn er 3 factoren belangrijk als je daarop mikt. Ten eerste, en dat noemde men het ABC-model.
A, dat is de A van autonomie. De medewerker die gelukkig is en die autonoom gemotiveerd is, en heeft het gevoel van voor een stuk zelfstandig te zijn en van keuzes te kunnen maken. Er wordt niet alles voor voren gekauwd. B staat voor verbinding. De medewerker die autonoom gemotiveerd is, weet zich verbonden met een groter geheel. Het gevoel van belonging, die hoort bij een groter geheel. En C, de C staat voor competence. De medewerker die autonoom gemotiveerd is, de medewerker die weet en het gevoel heeft, ik mag in dit bedrijf mijn competenties ontwikkelen. Mensen gaan niet weg van slechte bedrijven, mensen gaan weg van slechte bazen. Want er zijn niet zoveel slechte bedrijven, maar er zijn wel veel slechte bazen. En als mensen weggaan van slechte bazen, dan heeft dat te maken met management issues, met het gevoel van, ja, ik kan met mijn directleidinggevende niet praten, of die luistert niet naar mij, of ik word daar niet gehoord. En dat heeft te maken met, ik kan me niet ontplooien, ik zit vast. Ik moet jaar in jaar uit hetzelfde doen. Dus ontwikkelingsissues. Van echt zorgdragen, of vierde pijler van echt zorgdragen, ging over appreciatie. Je moet je medewerkers appreciëren, echte waardering tonen. Ik weet, ik kan misschien klinken gelijk de pastoor, maar er wordt volgens mijn inziens tegen niks zo gezondigd door bazen als het te weinig geeft. Dus de sleutel van de balans te houden tussen tevreden medewerkers en een bedrijf dat groeit, zit voor mij in de balans tussen daadkracht en draagkracht. Daadkracht, dat staat voor de yang-energie in het bedrijf, dat is de mannelijke energie in het bedrijf, dat is vooruit doen, dat is actie, dat is winkels open doen, dat is bedrijvenparken ontwikkelen, dat is hard werken. Maar er is ook draagkracht nodig. Draagkracht, dat is meer de yin-energie in het bedrijf, de vrouwelijke energie in het bedrijf. En dat gaat over draagkracht, dat gaat over mensen die nadenken of iedereen nog wel mee is. Die nog eens omkijken en checken of het bedrijf nog wel mee is. Korte inzichten. Vers van de Stockholmse pers die ik jullie wilde meegeven. Ik wens de ontwikkelaars een hele dikke proficiat te wensen voor dit prachtige initiatief. Ik denk dat dat in Liers heel welkom was, hè? Rick en Bert, extra KMO-zone. Misschien dat we met Torres ooit nog wel eens terugkomen naar Lier. Maar ja, het ligt nu niet direct in het midden van Vlaanderen. Maar nee, fantastisch, fantastisch dat gebeurt. Dus ik ben blij dat ik hier kon aanwezig zijn. En ik wens jullie allemaal heel veel succes toe. Dank u voor het luisteren. Ik wil zeggen, hartelijk dank allemaal om hier zo talrijk aanwezig te zijn. We zijn super blij om jullie te mogen zien. We gaan nog een glas drinken. Ik denk dat ik nog het slotwoord ga geven aan onze schepen van lokale economie, die er net de volle dag heeft gekregen van Wouter, maar op een vriendelijke manier. Dus hij is heel gemotiveerd om nu het slotwoord te nemen. Alsjeblieft. Goed, dames en heren, ik sta hier op een niet benijdenswaardige positie. Ik ben hier de derde spreker en ik kom hier na iemand die 80 bedrijven naar hier gehaald. Ik kom hier na de Europese werkgever van het jaar. En dan sta ik hier. Ik zou het gevoel omschrijven als schroomvalligheid. Iemand die weet wat dat is? Schroomvalligheid. Geen scrabblespelers hier, dat zie ik al. Wel, dat is een mengeling van nederigheid en dankbaarheid. En die dankbaarheid is dan in de eerste plaats naar de mensen van Future, om voor Lier te kiezen, om vol te houden. Als je zoveel watertjes moet doorzwemmen om alleen aan de startblok te geraken, ja, dan wil dat zeggen, als je 8 jaar wilt wachten, dat Lier toch wel de moeite waard is. Laten we dat als een compliment zien. En ik vind dat eigenlijk ook niet verwonderlijk, want Wouter, ik kan u zeggen, wij zijn een open stad. Wij zijn een stad waar ondernemers meer dan welkom zijn. We speak business here. Dat je u die vraag eigenlijk moet stellen. Wij zijn de stad die een universiteit kon krijgen, maar liever een schapenmarkt kreeg. Dat spreekt volgens mij voor zichzelf. Als ik hier sta met dankbaarheid, is dat ook jegens u, dames en heren, de Vlaamse ondernemers, de KMO. Jullie zijn de ruggengraat van onze economie. Jullie zorgen voor iets heel belangrijk. Kwalitatief werk. Dicht bij huis. En ik kan u verzekeren, als Liernaar apprecieer je dat enorm. Wouter, ik kan u bevestigen, wij krijgen als stadsbestuur geen bedrijfswagens. Dus als wij een bedrijvenpark moeten openen, moeten wij met de fiets komen. Dus we appreciëren het heel erg, dat hoe dichter, hoe liever. Waarvoor onze oprechte dank dus. Ik zou gaan afsluiten, dames en heren. Op het Bollaardpark, op het ondernemerschap en op Lier. Proficiat! Goed. Dank u wel iedereen. Dank u wel voor de sprekers. Ik kom nu nog
na al die mensen, dus voor mij is het nog moeilijker. Ik kom zelfs naar Schepenrijk verhuisd, dus kijk. Heel kort, de bedoeling van deze avond is effectief ook een netwerkmoment te gaan organiseren voor de mensen die hier effectief zullen het park komen bewonen. We hebben daarvoor voor iedereen, voor alle kopers, hebben we een klein paneeltje klaargemaakt. U hebt gezien, Hunter heeft het uitgelegd, we hebben 6 zones. Voor de mensen die het park effectief willen bezoeken, die kunnen live door de weg eigenlijk een unit gaan bekijken langs de wegen. Alles is aangeduid, de zones zijn aangeduid, de paneeltjes staan waar jullie unit zal zijn. Je kunt door het park wandelen. Wil je het effectief als VR, als digitaal gaan bekijken, zoals het effectief zal zijn en je kunt door de ruimte lopen, dan zou ik uitnodigen om daar in de hoek, bij de jonge dame, kunnen we dan straks de VR experience beleven. Ik zou voorstellen, ik ga Hilde naar voren roepen. Hilde is uiteraard bekend bij de kopers. We gaan heel snel de mensen uitnodigen naar voren. Hilde zal, ik moet ook wel de namen zien. Hilde zal het kaartje uitdelen aan de mensen, aan de kopers. En dan gaan we straks, als iedereen zijn kaartje heeft gekregen, gaan we eventjes naar buiten. Ik hoop dat het dan niet meer regent. Maar gaan we naar buiten, samen met de mensen van het beleid, samen met de partners, gaan we dan een groepsfoto nemen. Goed, dan gaan we over tot de... Het is geen uitdrukking, het is geen prijs.